De volgende spreker, die druk bezig is, is Jorn Kraas. Hij is ten eerste van een bureau, dat heet Sue Amsterdam. Dat is heel erg aan het experimenteren geslagen met behavioral design. En dat is op een gegeven moment zelfs zo groot geworden dat ze zoiets hadden van we moeten hier een aparte academie van maken. Jorn is daar de baas van en hij gaat ons nu alles vertellen over wat daar gebeurt. Jorn? Ja. Geef me een seconde, dan schenk ik nog wat water in. Jullie horen het alvast. Jullie hebben het aan de hand. Het is een Belg die voor jullie staat. Nu ben ik wel in het zuiden van het land, dus ik hoop dat hier al wat beter werkt dan Amsterdam, waar ik meestal spreek. Maar moesten jullie me niet verstaan, laat het weten. Ik ben dus van de Behavioral Design Academy. En daarmee wil ik het hele verhaal van vandaag even naar een hoger niveau trekken. We hebben het hier over persuasion, mensen beïnvloeden. En uiteindelijk gaat dat over behavior, right? Over menselijk gedrag beïnvloeden of ontwerpen. Daar komt design. Behavior design is gedrag ontwerpen. En daar zijn wij dus mee bezig. Dus ik ga het hebben over vliegen vandaag. Want mannen kunnen absoluut niet mikken. En als wij voor een pispot staan en je bent een wc-man of een wc-vrouw, dan heb je one hell of a job, want wij kladden heel die boel onder. Dus ze hebben een experiment gedaan en ze hebben van die vliegjes in de wc-potten van mannen geplaatst. En ze hebben dat bijvoorbeeld op Schiphol gedaan. En het resultaat was dat de spillage rate, het erlangs pissen, met 80% verminderde. Vraag me niet hoe ze het gemeten hebben. Maar wel fascinerend op zich. Hè? Gewoon door een mikobject in die pisbak te plaatsen, gingen wij minder daarna plassen. Een andere uitdaging. Hoe kunnen wij mensen milieubewuster laten rijden? Wie kent deze campagne? Hè? Het nieuwe rijden, moderne tijden, twee Dukes of Hazzard-achtige types die zeiden van dat het cool was om traag te rijden. Heel veel mensen kenden deze campagne. Het resultaat hiervan zo goed als niet bestaande. Rijden is een keiharde gewoonte die mensen hebben en dan gaat je niet met wat billboards aan de kant veranderen. Wanneer je in die auto achter dat stuur zit, dan neemt de gewoonte over. Dit is het dashboard van een Ford Fusion Hybrid. En hier hebben ze geëxperimenteerd met blaadjes die verschijnen in je dashboard. En of jij nu een fan bent van blaadjes of bloemen of wat dan ook, dit werkt. Dit is gewoon een instant trigger die zegt, je bent goed bezig. Dan denk je, oh, blaadjes. Ik wil meer blaadjes. Werkt. Ten opzichte van die andere campagne, twee Dukes of Hazzard-achtige types op attitude. Werkt niet. Dus gedragsverandering is onder andere, gelijk net werd gezegd, op diepgewortelde gewoontes kunnen inbreken. En dat is dus behavioral design. Gedrag ontwerpen. En behavioral design is een koppeling van twee dingen. In de eerste plaats is het behavioral psychology. De kennis die we hebben over menselijke psychologie, gedragspsychologie, werd ook al gezegd, koppelen aan designmethodes. Methodes om de doelgroep te onderzoeken, om dingen te gaan testen, om dingen concreet te maken. Dus de kennis over menselijk keuzegedrag koppelen aan methodes om te onderzoeken en te testen. Behavior design om, waar wij eigenlijk allemaal mee bezig zijn, uiteindelijk succesvol gedrag te veranderen. En daarmee wil ik de stelling innemen dat alles gedragsontwerp is. Wat dat jullie ook doen, mocht dat nu sales of marketing of product design of je zit zelfs gemaakt beleid, je bent uiteindelijk bezig met gedrag van mensen. Een gedragscomponent en gedrag te veranderen. Dus interfaces, check behavioral design. Apps, check behavioral design. Systeem, hoe moeten mensen hier lopen? Behavioral design. Alles is behavioral design. Zelfs bedelen. En dit is de slimste gast erbuiten. Hè? Die weet dat eigenlijk de vraag van geef aan mij geld, dat is een moeilijke vraag, dus hij heeft die gewoon omgedraaid. En hij zegt van, which religion cares the most about the homeless? En de atheïsten die beginnen te geven, hè? Dat kan ik u vertellen. Dus de vraag veranderen om uiteindelijk meer gedrag te kunnen uitlokken. Succesvol gedrag veranderen is het koppelen van behavioral psychology aan design methodes. Maar er zijn twee problemen. Probleem 1. Deze beste man. Weten jullie dat Cialdini er zo uitziet? Oké. Dat is voor sommigen al een schokkend feit. Maar Cialdini heeft zo een goed boek geschreven dat heel veel mensen denken van check,
Ik weet alles wat er te weten valt over behavioral psychology. Blijkbaar zijn het 6 principes. Het gaat over scarcity en social proof. En nu kunnen we de boeken toedoen. Het tweede probleem is prototyping en AB-testen. En dat is een beetje een probleem omdat het gewoon het valideren van onze slimme oplossing is. Maar ook dat gewoon, hè. Gewoon, we hebben een slimme assumptie, we gaan kijken of die werkt. En begrijp me niet verkeerd. Ik ga hier vandaag geen pleidooi houden. Steven, ja, lees niet Cialdini en ga niet AB-testen. Jawel, hè. Doe dat absoluut wel. Maar stop alsjeblieft hier niet. Want het gaat over een heel beperkt aanbod van wat dat wij weten over gedragspsychologie. En dan gaan we gewoon nog eens er een slimme assumptie op maken en zeggen welke werkt nu het beste. Terwijl dat wij uiteindelijk met deze vraag bezig zijn. Wij willen gedrag veranderen, dus we zijn bezig met de vraag hoe maken mensen keuzes en waarom gedragen wij ons op de manier dat wij dat doen. En die vraag gaat veel verder dan een aantal motivatieprincipes kennen en dan kijken van welke werkt het beste bij deze persoon. Dus, ik heb oplossingen. In deze korte tijd die ik heb. De eerste is dat we methodes, modellen moeten gebruiken om systematisch menselijk keuzegedrag te gaan ontleden en te analyseren. Ik ga jullie één model aanreiken. En de tweede is empathie. Die eindgebruiker nu is echt doorgronden. Laten we beginnen bij de eerste. Het model wat ik jullie ga aanreiken is het Influence Framework. En dat is een model wat wij in elkaar hebben gehackt uit wat leidende theorieën over menselijke keuzeprocessen en menselijk gedrag. Het model ziet er zo uit. Eerst zeg kan ik me inbeelden, oh, ingewikkeld, maar ik loop jullie er even door. Dus we hebben een target. We hebben een persoon waarvan we het gedrag willen veranderen. En die persoon heeft een current behavior, een huidig gedrag, en wij willen dat die iets anders gaat doen. Desired behavior. Right? Oké. En dan is er een job to be done. Dat is uiteindelijk een drijfveer die iedereen heeft waarvoor dat hij zijn huidig gedrag of het gewenste gedrag zou voltooien. En dan zijn er krachten. Krachten tussen de keuze voor huidig gedrag of gewenst gedrag. Dus bij gewenst gedrag zijn er gains die mensen binnentrekken, voordelen, yes, maar ook anxieties, barrières, drempels, waardoor dat wij dat niet doen. Daarom zeg je die pijlen. Aan de andere kant, bij huidig gedrag heb je pains, je hebt problemen, frustraties in je huidig gedrag die je eigenlijk gemotiveerd maken om naar die andere kant te gaan, maar je hebt ook gewoon habits, gewoontes die je vasthouden in je bestaande gedrag. Met al deze elementen kun je dus eigenlijk systematisch menselijke keuzes en menselijk gedrag gaan ontleden en dus ook kansen spotten. Ik loop u even door een voordeel. Voorbeeld. Stel, wij zijn Airbnb. Huidige gedrag van mensen, voordat ze Airbnb gebruiken, is ze huren een hotel in. Right? En wij willen dat zij Airbnb gaan gebruiken. Eerste vraag die we ons moeten stellen, waarom gebruiken mensen dat überhaupt? Wat is hun job to be done? Wat is hun doel? En dat is eigenlijk, daar moet je altijd even op doorvragen. Dat is niet lukraak de eerste waar je bij opkomt. Ja, mensen moeten ergens verblijven. True. Maar waarom? Mensen willen de wereld ontdekken. Je wilt ergens zijn, je wilt in een stad zijn, je wilt dat ervaren. En daarvoor moet je, als je verder gaat dan België, ergens verblijven. Right? Oké, dan gaat je kijken naar die factoren die ertussen zitten. Wat hebben ze in hun huidig gedrag wat hun frustreert? Bijvoorbeeld, je voelt je als een toerist. En als je weer een hotel binnenwandelt met zo'n 20 mensen rond je, allemaal een petje op, dan denk je van... ja, expensive, eigenlijk prijs-kwaliteit verhouding kan wel frustreren, waardoor je een andere oplossing op zoek gaat. Wat is er aan de Airbnb-kant? Dus gains. Waarmee kunnen we ze binnentrekken? Feel home abroad. Welkom thuis. Dat is wat Airbnb zegt. En heel succesvol om het gevoel te geven van... als je hier bent, dan ervaart je de wereld op een heel andere manier. En het zijn best wel budgetopties ten opzichte van wat er is. Dus daar kun je mee spelen. Pains en gains. Om ze binnen te trekken. Maar veel belangrijker als je een gedragsontwerper bent en menselijk gedrag wil realiseren, is nadenken over waarom doen ze het niet momenteel. Wat zijn hun anxieties, drempels, barrières? Bij Airbnb, stranger danger bias. Heeft iemand dat ooit overleefd? Right? Daar moet ik wel zeker van zijn, anders dan ik niet. En in hun huidig gedrag, habits. En dat is, of we het nu willen toegeven of niet, we zijn best gewoon, en dat is fijn, aan een hotelervaring. Je wandelt daar binnen, er staat iemand in een uniformje, je krijgt er een sleutelje van. Als je je handdoekje neergooit, dan wordt dat weer opgeraapt. Dat zijn we gewend, dus daarom blijven we daar. Maar het is met deze hoeveelheid aan elementen moet je eigenlijk gaan ontleden. En dan komen deze werkwoorden erbij kijken. Voor pijnpunten moet je oplossingen bedenken en die uitspelen in communicatie. Gains,
uitspelen, spotlicht op plaatsen. En dan, anxieties moet je kunnen wegnemen en habits, daarop moet je kunnen inbreken of die kunnen doorbreken. En met die hoeveelheid aan elementen moet je aan de slag gaan om zo effectief mogelijke strategieën te gaan bedenken. Opdat je doelgroep Airbnb huurt om zijn of haar job to be done, discover the world, te bereiken. Cool. Airbnb, fun fact, heeft eigenlijk op zo'n manier ook nagedacht. Airbnb was een van de vele start-ups die eigenlijk dit was aan het proberen. Ze hadden een hoop data van waarom het niet werkte. Ze hadden nog niet zoveel geld op dat moment. En ze merkten dat er een hoop appartementen waren in New York die objectief heel goed waren, maar niet gehuurd werden. Ze waren gaan kijken, super slechte foto's. Dus ze hebben een team van fotografen daar naartoe gestuurd, goede foto's gemaakt en uiteindelijk... Bam. En dat heeft meegeholpen aan het wegnemen van die stranger danger bias. Gewoon zo'n beetje het gevoel van dit lijkt op een hotel, dus het ziet er cool uit. Bam, anxiety wegnemen. Dus influence framework. Om systematisch menselijk keuzegedrag te ontleden. Kijken, mooi. Waarom is dit denken anders dan het gewone denken? Ik hoop dat je dat al door hebt, maar ik ga er nog even doorlopen. Meestal doen wij gewoon dit, hè. Meestal zeggen wij, hey, we hebben een doelgroep, we willen dat die dit gaan doen, we gaan roepen over onze voordelen. Wat was er ook alweer goed aan ons product? En dan, bam, 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 USP's, roepen, roepen. Als je slim bent, ga je op dit niveau nadenken. Dan ga je nadenken van in wat mensen momenteel zijn aan het doen. Wat zijn daar pijnpunten, frustraties, problemen in? Hoe kunnen we tegen mensen zeggen van, jij vindt dat duur, hè, een hotel? Wij hebben een goedkopere oplossing. Dat is een één-op-één relevant communicatie. En dan, je mag je echt een gedragsontwerper noemen wanneer je op het volgende niveau gaat nadenken. En dat is, welk doel hebben mensen waarvoor dat ze dat gedrag vertonen? En welke angsten, drempels, barrières houden hun tegen? En welke habits houden hun vast bij hun bestaande oplossingen in hun bestaande gedrag? Zijn we er daarmee, Jorin? Cialdini, nu hebben we Influence Framework, all good? Nee, hè? Nog niet, maar dit is al supergoed als je dit gaat gebruiken. Maar ik zei het al, de kern van ons werk is de vraag ontleden van how do we think and why do we behave the way we do? Dus eigenlijk is dat empathie. Die mensjes op die bank, waar zijn die mee bezig? Wat gaat daar doorheen? Zitten die altijd op die bank? Zitten die daar niet? En dat lijkt zo een no-brainer. Hè? En iedereen denkt van, ja, maar ik ken mijn doelgroep wel. Nee, dat is nooit het geval. Bijna elke klant, persoon waar ik al tegen gepraat heb, die heeft in de laatste weken, maanden of nog nooit echt met de doelgroep gaan spreken. Ze hebben hoogstens een slideshow gezien van een onderzoeksbureau waar een aantal grafieken uitkwamen. Die zeiden, ah, dit was het. Ah, nu ken ik mijn eindgebruiker. Ik voel hem. Doorleven. Echt niet, hè? Dus je moet er echt mee gaan zitten. En de snelle manieren om dit te doen, maar ook de meest effectieve, zijn observeren of interviewen. Dan heb ik het echt over jij die daarbij zit. Diepte-interviews. En dat is heel belangrijk. Empathie stopt niet gewoon bij het begrijpen van de boeken en de theorie. Je moet het echt gaan doorleven. Ook omdat het super contextgevoelig is, hè? Uw doelgroep. Het werd toen straks al gezegd, natuurlijk, ook met de oplossing van Crowbox. Je kunt in een context gaan kijken wat dat er werkt. Maar dat zijn al slimme assumpties, dus ik absoluut een pro voor dat. Maar om nog beter je doelgroep te begrijpen, moet je ook gewoon die gaan doorleven en dan al slimmere communicatie maken, slimmere oplossingen bedenken aan de voorkant. Dus observeren, interviewen, ga dat echt doen. En in de plaats van jullie nu een aantal best practices of tips te geven over hoe ik dat wil doen, ga ik vertellen over twee barrières die er vaak komen. Hè? Want wanneer dat jullie zeggen, ik wil gaan interviewen of observeren, dan gaan er mensen zo naar u kijken. Maar uit van, echt? Hè? Zo. Iets kosten, geld kosten, we hebben toch dat dashboard liggen. Enfin, zo dingen. Barrier 1. Ik kan me voorstellen op Digital Wednesdays dat dit wel iets is wat bij mensen speelt. Hè? It's not a representative sample. Het is niet representatief. Dat is niet gevalideerd wat jij aan het vertellen bent. Ten eerste, Nielsen Norman Group heeft al in 2001 aangetoond dat je met usability tests, weliswaar, maar met tussen de 6 en de 9 gebruikers had je hier ergens qua inzichten en usability problems found. Dus je kunt, wij zeggen altijd als een shortcut regelen, met 6 tot 8 mensen aan tafel zitten en goede interviews te doen, kun je 80% van de inzichten ophalen. En dan nog even veel belangrijker, hè? Want dan zitten we nog bijna over representativiteit met elkaar aan challengen. Matt Gallivan, research manager bij Airbnb, zegt: good qualitative research doesn't try to measure easily measured things. At its best, it will look for and explore all the stuff numbers can't tell you.
En dat is een hele belangrijke. Hè? Het gaat op dat punt nog niet over het valideren van uw assumpties al. Je wilt überhaupt het probleem begrijpen. Je wilt uw doelgroep begrijpen. Buitengewoon de assumpties die jij even op je buikgevoel maakt en die naar ze toe gaat schieten. Daar gaat je zoveel verder mee komen en zoveel slimmer en zoveel meer ideeën mee bedenken. Dus daar gaat interviewen en observeren over. Barrière 2. Customers have no clue what they want. Mensen die zeggen van dat is allemaal fijn, je mag gaan praten met mensen, maar die hebben daar toch geen idee van. Allee, Jorgen, je hebt mezelf verteld dat mensen 95% van de tijd irrationeel zijn en nu zeg je dat je ermee moet gaan praten. En meestal gaan mensen dat ondersteunen met zo'n soort quote, hè, die supposedly door Henry Ford is gezegd: "If I'd asked my customers what they wanted, they would have said a faster horse." Daarvoor mag die quote niet gebruikt worden. Right. Want dat gaan mensen wel zeggen. Mensen hebben toch geen idee, dus waarom zou je het gaan vragen? Het belangrijke is de nuance hierin. Je moet mensen niet vragen wat dat ze willen. Je moet ze vragen waarom dat ze iets willen. En dan kom je achter die jobs to be done, waar ik het over had, de beweegredenen. En als je dus in die tijd iemand had gevraagd van waarom wilt je eigenlijk een sneller paard? Wel, ik moet ergens sneller geraken. Want dat is eigenlijk het doel van je moet ergens sneller geraken. En dan is er een wereld aan innovaties mogelijk. Kunnen we dan een telegram gebruiken of een postduif sturen voor wat dat jij moet doen? Of, hè, en dan kom je ook uit bij dingen als cars. Dus innovatieve oplossingen komen niet uit het bevragen true, van wat willen mensen, maar de beweegreden erachter, de why. Dus don't just focus on the what, focus on the why. Essentieel in uw onderzoek. En het zou wel eens een silver bullet kunnen zijn voor het laten toenemen van uw kwaliteit. Hier is onderzoek door een interessant bureau naar gebeurd en ze noemen het exposure hours. En het is letterlijk de hoeveelheid uren dat jij wordt blootgesteld aan je doelgroep. En zij zagen dat designteams die tenminste 2 uur om de 6 weken werden blootgesteld aan een doelgroep door middel van interviews of observaties, exponentieel beter werk begonnen te maken. Gewoon door blootgesteld te worden, door empathie te ervaren, door te zien waar die mensen mee zaten, welke problemen ze hadden, welke gewoontes er optreden, welke angsten bij die mensen op hun gezicht af te lezen was. Exposure hours. En ik heb het niet alleen over exposure hours voor de designteams, ik pleit voor exposure hours voor alle stakeholders. Waarom? Want anders zit jij daarna in vergaderingen te discussiëren met mensen die niet dat gevoel hebben gehad. Die dan niet begrijpen wat er met je doelgroep aan de hand is. Shocking, hè? Hoeveel managers, board of directors, wat dan ook, nooit met die doelgroep hebben gepraat. En dan moet je daar wel verantwoording gaan voor afleggen voor de keuzes die jij maakt. Exposure hours. Dus, behavioral design is, zoals ik zei, het koppelen van behavioral psychology aan design methodes, maar voor vandaag draai ik de cirkels om. Want ik vind dat het voor onze community heel belangrijk is om nu voorbij alleen Cialdini niet te stappen en echt op designmethodes, ook tot de exploratie, het begrijpen van het probleem, toe te gaan werken. Om uiteindelijk succesvol gedrag te veranderen in waar jullie dan ook mee bezig zijn. Samenvatting van wat ik vandaag heb verteld. De kern van ons succes wordt bepaald door hoe goed dat wij onze doelgroep begrijpen. En ik heb jullie een model aangereikt, het Influence Framework, waarmee jullie systematisch menselijk keuzegedrag en menselijk gedrag kunnen analyseren, ontleden en zo kunnen spotten van waar zitten de kansen. Moet ik anxieties weghalen, habits doorbreken of wat dan ook. En jullie moeten oprechte empathie kunnen tonen voor jullie eindgebruikers. Doe observaties. Doe interviews. Doe aan exposure hours. Om tot beter werk te komen. Als jullie geïnteresseerd zijn in dit verhaal, lees absoluut Thinking Fast and Slow voor echt in behavioral psychology te duiken. Het is straks ook aangehaald. Dan Decoded, een ondergewaardeerd boek, denk ik. Het komt bijna nooit in de must-read-lijstjes voor, maar pracht van Phil Barden, The Science Behind Why We Buy, en ook over designmethodologie en zeker het belang ervan. Tim Brown, CEO van IDEO, heeft een boek Change by Design geschreven, dus lees dat, alsjeblieft.
Ik ben van de Behavioral Design Academy. Wij leren dit aan industry experts in tweedaagse cursussen of in company. Ik heb een collega bij, is Carmen daar, ze steekt haar hand even op. Dus wij zijn dadelijk allebei, moest je daar vragen over hebben. Opmerkingen over mijn slideshow, uiteraard ook heel welkom. En ja, netjes binnen de tijd is het einde van mijn sessie. Vragen voor Jorn? Zoals net, denk ik. Hier, oké. Jorn, ik heb wel een vraag aan je. Je zei, mij uit het hart gegrepen, eigenlijk moeten alle stakeholders blootstelling hebben aan, aan de doelgroepen. Maar in mijn werkpraktijk merk ik dat het vaak moeilijk is om stakeholders uit hun hol te lokken. Maar dat het ook een behoorlijke klap op je budget kan zijn, zeg maar, om... Het zijn de contacturen die je moet maken. Heb je daar slimme of goedkope of clevere hacks voor hoe je dat soort ja-maren of weerbarstigheden uit de praktijk kan tackelen? Goeie. Ik zal er even... Er zijn er veel, maar ik denk gewoon één is, je moet bij hun ook gewoon het risico van sluimerende trajecten. De mensen die hoog opzotten... Na het einde van de dag kijken die naar het geld. Hè? En ook het geld wat goed besteed is. Dus ze moeten letterlijk het principe van loss aversion op alle mogelijke manieren op hun loslaten door te zeggen van, ja, je kunt er niet bij zitten, hè, maar dan gaan we je potje misschien verbranden. We gaan misschien iets uitdenken waar jij het niet mee eens bent, wat jij niet hebt gezien. Dus komt jij er ook eens mee doormaken zodat we samen kunnen discussiëren of dit wel echt de goede inzichten zijn. Dus ik denk gewoon hem deelgenoot maken op een of andere manier van het project. Dat hij ook vanuit zijn consistency en commitment daarin meegaat. En dan losse version op slinkse manieren te gebruiken. Want te zeggen, ja, dat is uw geld. Hè? Enfin, als jij het wilt verbranden, dan... Hè. Dus dat zijn er twee uit het arsenaal aan dingen die we kunnen gaan toepassen. Andere vraag. Ja. Sorry, ik zie je niet. Oh, sorry. Ja, nog een keertje over de stakeholders. Als je die er niet bij kan laten zijn, is het dan ook genoeg om video op te nemen of transcripten te laten zien waardoor ze wel de gebruiker kennen? Of vind je dat niet goed genoeg? Doe alsjeblieft video dan. Transcripten zijn uiteraard de bewoordingen die mensen al gebruiken. Maar ik begin steeds meer eigenlijk de complexe datamachine genaamd de mens te waarderen. En dat is als je tegenover iemand zit, dan zie je dingen. Je ziet die persoon zijn emoties, je hoort zijn haperingen. Dus video, audio geeft zoveel meer empathie. En daarom kan ik daar dan absoluut maar voor pleiten. Helder? Okay. Nog vragen voor Jorn? Oké. Jorn, zeer hartelijk dank. Applaus.